In dit filmpje gaat het erom dat uh, Kant's opvattingen binnen zijn kenleer een soort middenweg vormen tussen empirisme en rationalisme. En bovendien laat dit filmpje ook zien wat Kant eigenlijk met zijn kenleer wil. Dat zet erbij aan bij de volgende leerdoelen: 44. De leerlingen kunnen uitleggen op welke manier Kant's kenleer het middenhoudt tussen het rationalisme van Descartes en het empirisme van David Hume. 45. De leerlingen kunnen uitleggen wat Kant's Copernicaanse wending is, deze wending verbinden met zijn transcendentaal idealisme. En uitleggen hoe deze wending antwoord geeft op de vraag hoe synthetische oordelen a priori mogelijk zijn. En 46, de leerlingen kunnen uitleggen wat transcendentale argumenten zijn en voorbeelden geven van dergelijke argumenten in de filosofie van Kant. Nou, Kant is om te beginnen een typische denker uit de verlichting, de tijd waarin Kant leeft. En hij definieert verlichting zelf als de bevrijding van de mens uit zijn zelfgekozen onmondigheid. En die bevrijding, daar is hij blij mee, want hij zegt tegen mensen: Sapere oude in Latijn, durf te denken in het Nederlands. En wat is dat eigenlijk voor oproep, durf te denken? Nou, Kant roept eigenlijk op tot het constructief gebruik van de reden, het constructief gebruik van dat denken. Want de reden kan namelijk ook heel destructief zijn. Door over bepaalde zaken na te denken. kun je uitkomen bij atheïsme. of bij scepticisme. Dat zijn allemaal zaken waar Kant uiteindelijk niet zo blij mee is. En um, Kant zegt dan ook eigenlijk. empirisme, die gebruikt de reden eigenlijk vaak destructief. te destructief. En is ook niet uh, de manier waarop we in onze kenleer van de reden gebruik moeten maken of überhaupt moeten nadenken. Maar, zegt hij, het rationalisme, zoals dat in de praktijk voorkomt, dat gaat eigenlijk juist weer te ver soms in het gebruik van de reden. Dat is weliswaar constructief, maar uh, denkt dat ze meer kan dan ze eigenlijk kan. Nou, we gaan eerst bekijken um, hoe de reden volgens Kant te ver kan gaan. En ons voorbeeld daarbij is het voorbeeld van Descartes. Descartes zegt eigenlijk het concept God houdt in dat God bestaat. Dus zuiver met de reden kan ik op die manier ontdekken dus dat God bestaat. Nou, Kant zegt dat kan helemaal niet, want dat gaat ervan uit dat bestaan een eigenschap is. Maar bestaan is eigenlijk helemaal geen eigenschap. Het is dus daarmee ook geen perfectie, dus dat kan niet. Nou, het gaat mij niet zozeer om dat je dit hele argument kent of precies het bezwaar kent van Kant, maar wat duidelijk moet zijn is dat Kant hier eigenlijk wel aangeeft voor Descartes, jij wil iets met de reden doen dat je eigenlijk niet met de reden kan doen. En Kant is dus in een zekere zin tegen het rationalisme, want overtuigingen over of vaak als God, maar ook wat je anders dat kant noemt, namelijk de onsterfelijkheid van de ziel, zijn eigenlijk niet, althans niet zoals de rationalisten denken, gerechtvaardigd door de reden. Dus ze moeten als het ware de reden binnen de juiste perken houden. Uh, maar aan de andere kant moeten we ook weer niet denken dat we um, met onze reden alles kapot moeten redeneren, zou je kunnen zeggen, want dat zou, zou je kunnen zeggen wat humans doet. in doet. Er zijn helemaal geen gerechtvaardigde causale oordelen. Want het uniformiteitsprincipe valt niet te, te bewijzen. Nou, kant zegt het uniformiteitsprincipe moet wel juist zijn. Hè? En denk daarbij terug aan wat Kant zelf vindt over causaliteit. Dus hij is ook tegen het empirisme, want overtuigingen over de ruimte... en over oorzakelijkheid en dergelijke... die zijn wel degelijk gerechtvaardigd door de reden. Dus uh, de reden is aan de ene kant noodzakelijk... en moet soms ook uh, zeg maar de uh, opvatting van het empirisme aanvullen of corrigeren... maar we moeten ook niet te ver gaan in wat we denken met de reden te kunnen doen. Zo kant. Nou, um, waarom gaat iemand als Descartes nou te ver volgens Kant? Hoe zou je dat categoriseren? Hoe zou je dat duiden? Nou, Zo'n rationalist als Descartes, die benut synthetische oordelen a priori. Dat zien we eigenlijk, want het is een synthetisch oordeel. Het gaat niet over um, alleen maar God als begrip, maar het gaat over God in, een, in de werkelijkheid, om maar zo te zeggen. Maar wel a priori, want de zintuigen komen daar eigenlijk niet aan te pas. Maar die oordelen, zoals die door Descartes geveld worden, die zijn volgens Kant niet gerechtvaardigd. Maar aan de andere kant, en dat hebben we ook wel eerder gezien, spelen synthetische oordelen a priori wel een grote rol in kans-epistemologie of in kans-kennleer. En de centrale vraag eigenlijk van Kant, als het gaat om zijn kennleer, is dan ook: hoe zijn gerechtvaardigde synthetische oordelen a priori mogelijk? Want als we dat weten dan weten we ook meteen welke synthetische oordelen a priori wel gerechtvaardigd zijn... en welke synthetische oordelen a priori niet gerechtvaardigd zijn. En dan wordt ook duidelijk waarom Kant zich keert tegen Descartes' gebruik van synthetische oordelen a priori. Nou, Kant die zegt zelf, ik ga hier het voorbeeld volgen om antwoord te geven op die vraag van Copernicus. Copernicus die aangaf dat de aarde om de zon draait en de zon niet om de aarde draait. En... Wat Copernicus deed, wordt in meer algemene zin ook wel zo'n Copernicaanse wending genoemd, dus draai zou je kunnen zeggen, omdat hier eigenlijk een oorspronkelijk perspectief helemaal omgekeerd wordt. In plaats van dat het een om het ander draait, draait het ander om het een. En Kant doet net zoiets. Hij noemt dat ook een Copernicaanse wending. Hij zegt namelijk, gerechtvaardigde synthetische oordelen a priori zijn slechts mogelijk als we aannemen dat de zaken waarover wij kennis krijgen zich aan ons kennisvermogen aanpassen, in plaats van dat onze kennis zich aan deze zaken aanpast. En dat is revolutionair. Kijk bij Yoom bijvoorbeeld. Yoom zegt eigenlijk, nou, onze kennis past zich volledig aan die zaken aan. Want we krijgen een aantal indrukken en op die basis doen we die kennis op. En we hebben daar zelf eigenlijk niet zo heel veel mee te maken, zou je kunnen zeggen. Maar Kant draait het eigenlijk om. He, waar wij kennis over krijgen, dat past zich aan ons kernvermogen aan. En dan, en dat is het interessante, zegt Kant, um, dan kunnen we eigenlijk een hele hoop dingen te weten komen. En dat zien we in onder meer Kant's zogenaamde transcendentaal idealisme. Want Kant is zo'n transcendentaal idealist en daarmee geeft hij eigenlijk ook invulling aan het idee dat de zaken zich aan ons kenvermogen aanpassen. Want Kant is een idealist en daarmee zegt hij eigenlijk belangrijke kenmerken van de kenbare werkelijkheid zoals tijd, ruimte en oorzakelijkheid zijn afhankelijk van de waarnemers en daarmee dus aangepast aan ons kenvermogen. En bovendien is hij een transcendentaal idealist, want elke door ons kenbare werkelijkheid moet deze kenmerken hebben. Dus hij zegt: Dit zijn niet zomaar toevallige kenmerken of kenmerken die we door zijn psychologisch onderzoek kunnen ontdekken. Maar uh, het heeft een transcendentaal karakter dat dat zo is. Het moet dus met andere woorden zo zijn. En dan krijgen we eigenlijk iets heel interessants. Want Kant zegt eigenlijk: Omdat belangrijke aspect van de werkelijkheid zo moeten zijn, kunnen wij ten aanzien van deze aspecten gerechtvaardigde a priori oordelen vellen. Het moet zo zijn. En dat heeft iets te maken met ons vermogen om kennis überhaupt te krijgen. Maar dat het zo moet zijn, heeft niks te maken met de betekenis van, als we dat als voorbeeld nemen, oorzaak. Dus die oordelen zijn synthetisch. Dus wat kan eigenlijk, zegt hoe zijn die synthetische oordelen a priori nou mogelijk? Nou, die zijn mogelijk eigenlijk als oordelen over wat er noodzakelijk is voor ons om kennis überhaupt te verwerven. En ook alleen op die manier mogelijk, en dat laat ook zien waarom de oordelen die Descartes veldt. Uh, eigenlijk veel te ver gaan, want die hebben niks te maken met uh, wat er nodig is voor ons om kennis te verwerven. En op die manier rechtvaardigt Kant ook eigenlijk wat hij in zijn hele project doet. Hij veldt al die synthetische oordelen a priori, maar hij zegt dat kan ook, en dat is precies de Copernicaanse wending die hij doet.